Open the benches. Hey mensen, mijn naam is Vince Official. En ik weet het, het is nog lang een tijd geleden dat je mij nog hebt gezien. Maar vandaag ben ik hier weer dus met een nieuwe video. En ja, ik heb eigenlijk echt een heel verhaal te vertellen. Van iets dat ik heb meegemaakt deze week. Dus, ik ging s'avonds iets drinken met mijn vrienden. En weet je, het was niet zo heel laat. Het was maar 1:30. En ik kom thuis. Dus ik sta voor mijn deur met mijn sleutel. Ik denk van ja, ik kan binnen geraken. Ik steek die in het slot. Ik probeer te draaien, maar het lukt niet, want langs binnen staat de sleutel er nog op. Dus ik geraak niet binnen s'nachts. En ja, mijn broer heb ik 5 keer geprobeerd te bellen op Messenger, want zijn gsm ligt altijd beneden, dus die pak ik nooit op. Dus ik dacht van ja, ik pak Messenger, ik bel daarmee. Blijkbaar heeft hij in de nacht daarin gekeken en dacht hij van, what the fuck belde jij nu? Nu niet, ik duw gewoon af. Dus ja. No. 5 keer, hè? 5 keer. Die heeft gewoon afgelegd. Ik stond daar van ja. Naar mijn ouders moet ik ook niet bellen, want hun gsm ligt altijd beneden. Dus ja, ik raakte echt niet binnen. Dan zocht ik naar een oplossing en dan. Ben ik bij de buren in hun voortuin gegaan, zo in hun achtertuin, helemaal langs achterdoor. Dan kwam ik bij ons aan de beek, waar dat vroeger de sfeerbrug lag. De sfeerbrug. Oké, ja, genoeg nagedacht over de sfeerbrug. Daar is waar de sfeerbrug lag, daar moest ik overspringen. Want ja, de sfeerbrug die ligt er niet meer. Dus ik moest springen. Maar ja, je denkt dan, fuck, ik mag hier zeker niet in die beek vallen. Dus je staat daar 5 minuten te twijfelen. 1, 2 en hop! Uiteindelijk springde en vliegde van kant tegen, ja, het tuinhuis daarnaast. Allemaal goed en wel, ik heb het gehaald. Joepie, ik heb het gehaald! Dan komt hij mij in de tuin en dan denkt hij van, ja, nu ben ik hier geraakt. Maar ja, ik raak ook niet langs achter binnen. Dus ja, ik moet buiten slapen. En ja, ik zag daar mijn strandstoel liggen. Ik heb daar wat dekens en kussens en zo opgelegd. En ja, dit was het resultaat. Top toch. Ik heb bijna niet geslapen. Het was ijskoud. Echt waar, nooit niet meer. Maar ik weet nu wel hoe dat zwervers zich voelen. Dus ja. Be like a zwerver. Daarmee ook dat ik er echt niet meer uitzie eigenlijk. Ik zie er echt moe uit. Dus vond je deze video leuk? Geef dan zeker even een like. Dat maakt mij super blij. Bent je nieuw? Abonneer even hieronder. En ja, wilt je mij blijven volgen op andere dingen? Ik heb Twitter, Instagram en Snapchat. Op die 3 dingen kun je mij ook volgen. Dan zeg ik, allee ja, dag, bye. Joe!